wandeling zal zijn hoofdlijn gaan om A, het plan, het stedenbouwkundig plan, B, de aanleg en C, het stedenbouwkundig effect, dus de bouwblokken, maar ook het groen is heel belangrijk. Want dat heb ik straks ook een verhaal over. Van begin af aan heeft Berlage als een belangrijk element het groen ingebracht. De lanen, langs het water, de kleinere straatjes hier. Dat zijn de belangrijke elementen. Wat ook belangrijk is geweest, is helemaal van het hele blok eigenaar was, met de architecten, hebben voor elkaar gekregen om toch kunst of terrein toe te passen. Maar met een bepaald profiel, dus niet helemaal vlak in de gevel. En ook in kleur. Want oude kunst of kozijnen waren altijd wit, spierwit. En die gingen vergrijzen. Tot aan de Maasstraat. Eigenlijk zou die verder moeten lopen. Dat doet hij ook wel, maar hij is niet zichtbaar meer tot aan het Scheldeplein. Een van de meeste kenmerken van dit gedeelte is eigenlijk een heel mooi stukje van de rivierenbuurt, omdat je hier een aantal elementen ziet die heel vaak voorkomen en die nadrukkelijk ook door Berlage zijn bedoeld. Ten eerste is die aswerking, de gebogen straten, die een soort cirkel vormen om een centrum wat ergens, dus daar bij de Rijnstraat ligt, de Rijnstraat Vijslaan. Daar ligt dus al het middelpunt van een soort cirkel. En dan zijn dit eigenlijk de stralen van de cirkel, een soort tienhoek. Kijk, dan zie je de stootvoegjes die boven elkaar zitten. Dat zijn de lintvoegen. Verticaal zijn de stootvoegen. En als je goed kijkt, dan zie je dus inderdaad de kettingjes naar boven lopen. Ja. Alle kettingjes naast elkaar. Zo. Daarom heet dat ketting van de stortkokers. Maar die hebben ze weggehaald. En het verhaal wat ik vertel over de kleur is ook wel grappig. Want we hadden nog even een... Dit was vroeger Hilvers 1 en Hilvers 2. Er waren twee maatschappijen die gebouwd hadden. Hilvers 1, omdat het natuurlijk eigenaar en bewoners waren. Dan moet je ook meteen de reclame aanpakken. Dat valt best niet mee, want die mensen hebben misschien wel voor 40.000 euro een reclamebord laten aanbrengen. Dan kan je niet zomaar herhalen, maar even weg. Dus het duurt gewoon heel lang voordat het eindelijk, of er moet een nieuwe eigenaar komen of een nieuwe uitbater komen. Of ze moeten een andere firma in de hand nemen die een ander bord ontwerpt. Kortom, je moet toch wachten. Maar we hebben uiteindelijk toch van elkaar gekregen, ook met subsidie. Speciaal bezoek gaan we door de Waterstraat. Ja. Een van de deelnemers van de wandeling die heeft hier gewoond. Ik ben niet geboren. Dat is wel grappig, want het was echt een wel achterafstraatje. Niet echt. Pardon? Toen jullie woonden. Dit was chic, hè? Lex Goudsmit woonde daar. Dan gooiden we dan met. We gingen staan te zingen. Dan gooiden we met tomaten. Ik heb één ding wat ik daar. Ja, ik heb hier dus. Raam om te kijken dat de trams er binnenkwamen. Ja, ja. Leuk. Ja, ja. Dat is een leuke anekdote. Ja? Niet meer rond. Ja. Zo'n de overgangselement van de ene architect naar de andere architect. Dit is Kramer. Ja. En dit is Zietsma. Ja, ja. Dat is ook van de eisen van de welstandscommissie, commissie Zuid, zoals die vroeger heette, die eisen ze dat die twee architecten goed met elkaar overleg moesten plegen om een goede eenheid tot stand te brengen.
En dat werd dus op deze manier vaak gedaan door een overgangselement te maken. Je kan zien dat de stenen soort met die, die hardgebakken klinkers, die verglaasde klinkers zoals dat heet, die zwarte, die zijn dus, die hebben bijna tegen het vuur aangelegen, ze hebben verglaasd. Maar als daar even aan zitten. Maar in principe bestaan alle gemetselde wanden, buitengevels, van steensmuur. En met een steensmuur kan je verbanden, veel leukere verbanden maken dan met een halfsteensmuur. Een halfsteensmuur heb je alleen maar strek, verder niet. Dat zal ik straks even uitleggen. Maar dat soort dingen kan je dus ook nog doen met mensen sieren. Op een plat, rollaken, verschillende banden, verschillende voegen, ezelsruggen, nou, noem maar op. Hoe heet dit? Dat heet blokverband. Ja. Blok? Blokverband. Louise van der Pol heeft een plan gemaakt als invulling. Ja, dat kan ik ook. Ik hoor net een heel negatief oordeel. Ik vind het zelf heel erg zwaar. We hebben namelijk heel erg veel bepalingen aan haar meegegeven. Voorzitter, waar het aan moest voldoen. Geen galerij aan de voorkant bijvoorbeeld. De hoofdentrees op een wat klassieke wijze oplossen. Hè? Dus aan de straat. Levendige gevels maken. In kleur. Qua materiaal aanpassen aan de omgeving. Dat kan je ook zien aan die bruine steen. En aan de bovenkant zie je ook verschillende materiaal toegepast. Ook de dakrand plat, geen kappen, want die zijn hier niet. Komt naar kortom, een heleboel bepalingen. En heeft ze in mijn ogen, in onze olie gezegd, ook van de welstand. Is toch een steense band. Wat is dit? Buitenspouw, binnenspouw. Met 5 centimeter tussen. Dat is wat ze tegenwoordig vanaf de 30e jaren doen. Je ziet wel. Daar kan je niet veel mee, want je kan alleen maar de stenen in de lengterichting leggen. En houd het op, je kan moeilijk allerlei steentjes gaan zitten hakken om nog een beetje patronen te krijgen. Maar omdat je hier de stenen dwars kan leggen en de volgende laag in de lengterichting en ook die verschuiven, of een klusoor, dat is een kwartsteen, of een halve steen. Dat kan dus aan de school gebeuren van het plan Zuid, want je hebt toch meer gebieden, Spaan dan een buurt, ook een mooi voorbeeld. En ook in Oost heb je een oud plannetje van Berlaag, een van de eerste sterrenbekundige plannetjes. Transvaalkade daar in die buurt. Dat is ook een heel mooi buurtje. Maar dit is van Plan Zuid eigenlijk het mooiste gedeelte ten aanzien van de aspecten van de Amsterdamse school. Hier zie je zoveel verschillende vormen, een rijke vormentaal, zoals het heet. Die is wethouder geweest van 1910, 1911 tot 1931. Eerst wethouder van openbaar werken, publieke werken eigenlijk heet dat ook vroeger. En daarna wethouder van financiën. Die heeft enorm veel invloed gehad. In de sociale idee van je moet woningen bouwen van een goede kwaliteit. Ze moeten ook mooi zijn. Want dat was natuurlijk dat was het iets nieuws. Dat je gewone woningen voor iedereen, maar toch ook mooie woningen bouwt. Werd glad gesteken en ging eerst werd gedroogd en daarna in de oven gedaan. Dus als het gedroogd was, werd het houten bak eraf getrokken. Dan had je dus 10 keurige steentjes naast elkaar en dat ging de oven in. Dat was een handvormsteen. Later, ook vanwege de modernere tijd, kreeg je zogenaamde strengperstenen. Dat waren de stenen die werden als een gewoon lang lint door een machine zeg maar, uitgepoept. En er werden die? Gewoon plakjes. Ook de bomen aan het water zijn belangrijk. Hè? Dat dus heeft allemaal te maken met het karakter. Maar scholen vormen een belangrijk element in de plan. Hè? Ook daar verderop in de IJzerstraat die hier rechts is, tegenover de nieuwbouw van de vroege Waalkerk. Daar scholen zijn echt opgenomen in de verbouwing. Hè? De Roerstraat heb je dat. Stedenbouwkundige bepalingen en bouwtechnische bepalingen. En die stedenbouwkundige bepalingen die bepalen dus de hoogte van de straatwanden en gebouwen op hoeken enzovoort enzovoort. Nou ja, en volgens de bouwverordening mocht je bouwen net zo hoog als het gebouw dat stond. En dat was een kerk. Dus...